uitzetten. B. Met mij de stad uitgaan. En 200 euro geven en mij geven. Jouw deel van de huur moet betaald worden. Ik had dat verdomme bijna. Heb je me gehoord? Hier, mijn kaart. Mijn pincode is 1504. Ja, het wordt tijd dat je iets anders gaat gaan zoeken. Iets anders? Ja, misschien hoeft het niet, maar dat zie je dan wel. Wat hoeft misschien niet? Wat hoeft misschien wel? Een beetje zijn duidelijk. Misschien moet je een andere kamer gaan zoeken? Ik had hem verdomme bijna. Heb je mij gehoord? Ah, maar misschien niet. Misschien niet. Ik heb altijd al betaald. Maar het gaat niet om de huur. Ik heb die kamer nodig. Oh god. Een man. Ze heeft een man. Een blijvertje. Eindelijk heeft ze een eentje die niet meteen wegloopt. God hebben ze ziel. Ja, dat is het niet. Een vrouw! Ik heb het altijd al stiekem van jou gedacht. Nee. Oh, is het zover? Gaat het om mij? Heb jij de knoef van mij? Oké, als jij het wil. Dus nog niet zo te zeiken. Ja, wie loopt hier te zeiken? Vanmorgen werd ik wakker met het idee dat ik een dak boven mijn hoofd had. En nu kom je me ineens vertellen dat ik moet opkrassen. Wie loopt hier nu te zeiken? Maar ga eens wat doen met je leven. Kom er eens uit. Dat bepaal ik zelf wel. Daar. Allemaal buitenlucht. Ik moet geen buitenlucht. Ja, daar ga je niet dood van hoor. Ja, nee, dood van ben ik al. Er lopen allemaal mensen in die buitenlucht. Ik moet geen mensen. Zoek er een aardige kerel te snijden. Trek hem aan zijn arm en zeg: hoi, ik ben Luz. Zullen we samen leuke dingen doen? Ja, ik moet geen kerel. Maar geen kerel? Ik heb het van jou altijd als stiekem gedacht. Ja, ga even interessant doen. Je leven verkutten met een PlayStation, dat is interessant. Nee, elk weekend in een andere gulp graaien, dat is interessant, zeg. Ja, Loesje, trut. Ha. Je schijt gewoon in je broek voor mannen. Ja, en als je klaar bent? Wat doen mannen met jou waardoor jij afgaat? Mannen zijn dat niet moeilijk? Het is eigenlijk zo simpel. Hier zijn we weer. Wat heeft een man wat een vrouw niet heeft? Wat heeft een man wat een vrouw niet heeft? En waar is de man de hele dag mee bezig? Met zijn pik. Dus wat bepaalt het hele denken en doen? Raak een man met zijn pik en jij hebt de macht. Men nemen een man. Men gaat met hem dineren. Men gaat met hem dansen. Men duwen zachtjes de borsten tegen hem aan. Men aaien daarbij één keer zachtjes over het kruis. Men kijkt daarbij diep in de ogen en... Dan kan je kleren kopen, kan je uitgaan, kan je vakanties boeken. Hij betaalt alles. Eén keer over zijn kruis aaien. Wel, de man is een PlayStation. Ja. Is het piemel is een joystick? De joystick van de controle en jij bepaalt hoe het spelletje verloopt. Dankjewel. Ik hoef niet op prijs. Ah, en trouwens. Binnenkort ga ik 2 weken naar Ibiza. Kost me geen cent. Ibiza? En dan ja, dansen, zwemmen, zonnen, wat? Seks? Gooi er wat bier in, zwemt wat aan die joystick en voor je het weet, game over. Ja, dankjewel. Ik hoef niet naar Ibiza. Nee, dat moet je niet doen. Jij moet een klooster bellen. Een hospitalnummer, dat is echt iets voor jou. Maar waarom moet ik dat weg? Misschien, hè. Ik moet eerst naar dokter Snelleman. Ik moet naar dokter Snelleman, zei ik. Ik ben niet dood. Vraag je niet waarom? Waarom? Ja, ik ben bang. Ja, dan ga je niet. Maar ik moet. Ja, dan ga je wel. Vraag je niet waarom? Waarom? Ik durf niet. Ik durf niet. Ik ben niet dood, remember? Het is persoonlijk. Oh god. Heb jij de joystick van dokter Snellemans gezwengeld? Nee. Ja, met Snellemans naar Ibiza. Nee. Snellemans is een vrouw. Oh. Ik ben zwanger. Krijgt u de pest? Ja, een kinderkamer? Ik moet het huis uit. Voor een jankende pamper dragen. Opzegtermijn 9 maanden.
Jij hebt er verstand van, hè? Ik lees wel eens wat. Dus volgens de flair ben ik zwanger. Ik ga toch nog liever naar de dokter, als je het niet erg vindt. Ja, hij is straks met papa naar de pizza. Dat weet ik nog niet zeker. Dansen, zwemmen, zonnen, warm. Dat papa weet ik nog niet zeker. Je weet niet eens wie je vader is. Maar ik speel wel eens vaker met een joystick. Ja, dan ben je ook een slet, hè? Bedankt, hè? Een god onmogelijke, smerige slet. Dank je voor het hartverwarmende medeleven. Dat is door je hoofd.
zal Luus denken? Wat zal Luus denken als ik haar straks op straat moet zetten, omdat ik die extra kamer nodig heb? Je bent mijn moeder niet. We delen een huis. We delen een huis. We delen mijn huis. En jij mag tegen betaling mijn huis wonen. Wat ik ook goed vind, omdat ik dacht dat wij vriendinnen waren. Ik vond jou leuk en jij vond mij leuk. Vind. En als er iemand op dit moment een probleem heeft, ben ik het wel. En niet jij. Doe maar, vind je maar op, maak je maar druk. Weer op in die kant, want daar is bij me op weg. Godverdomme, Trent, ik zeg dat ik zwanger ben. Begin jij over een miskraam? Sorry, hè? Het is toch 2 jaar goed gegaan tussen ons? Als ik een kind krijg... Als ik een kind krijg, heb ik die kamer nodig. Ik kan niet anders. Ja, maar misschien ben ik wel goed als vader. Jij bent een vrouw? Ja, in Afrikaanse gemeenschappen zijn het toch vaak de vrouwen die gezamenlijk voor de opvoeding van de kinderen zorgen? Ja, doe maar. Schrijf de flyer nu ook maar over Afrika. Misschien staan er wel kamers voor je in. Ja, maar van bij de dokter kun je toch bellen? Reken nergens op.